Dit is Flevoland van dinsdag 5 mei. De 12-jarige Almeerder Hakim Radwan heeft gisteravond laat het vrijheidsvuur naar Flevoland gebracht. Per oude legertruck kwam Hakim met vuur aan in het Bos der Onverzettelijken in Almere. En dat maakte indruk. Ja, echt heel vet. Het rijdt gewoon heel mooi. En zeker toen ik aankwam, het was gewoon zo'n grote auto. En ik was een beetje verbaasd dat ik in zo'n auto mocht rijden. Ja. Hakim had dan ook iets bijzonders mee. Eerder op de avond haalde hij het vrijheidsvuur op in Wageningen om dit vervolgens mee te nemen naar Flevoland. In Almere overhandigde Hakim het vuur aan burgemeester Frank Weerwind van Almere en commissaris van de Koning Leen Verbeek. Ja, prachtig. Het is, zeg je eerlijk, had ik niet verwacht dat het zo mooi zou worden. Want het is best wel een lange reis van Wageningen naar Almere. En dan met het fakkel in je hand. En dan weet je niet zo goed wat je te wachten staat. En dan, zeker in zo'n oude wagen natuurlijk. Ja, precies. En dan zie je deze staan. En dan hoe mooi ook de commissaris en de burgemeester hebben gedaan. Dat vind ik, vind ik prachtig. Het is nu 12 uur. En alle commissarissen van de Koning. En in dit geval de burgemeester van Almere, ook in Flevoland. Steken nu het bevrijdingsvuur aan in Flevoland. Burgemeester Weerwind is blij dat het vuur, ondanks de coronacrisis, toch naar Almere is gebracht. Dit jaar is een compleet ander jaar. We zouden dus echt bij stilstaan bij het 75 jaar. Helaas vieren we dat op een andere manier. Maar het besef is er, we hebben herdacht hier in Almere. En in ons hart en in klein gezelschap zullen we ook de bevrijding blijven vieren. Hoe belangrijk is dit, de bevrijdingsdag, voor jou? Heel belangrijk. Ja, het is, moet gevierd worden, vind ik, dat we nu al 75 jaar vrij zijn. En dat ook moet blijven gevierd worden. Maar ook, ik vind het ook belangrijk dat ook de doden worden blijven herdacht. En daardoor heb ik deze trui ook vandaag aan. Dat vind ik belangrijk, ja. Dansgroep United Dance Almere danste vandaag. Op een grasveld. Dat doen ze meestal niet op 5 mei. Want dan dansen ze op het Bevrijdingsfestival voor 10.000 man publiek. Maar dit is er ook geen gewone 5 mei. Dit jaar geen festival, geen optreden, geen publiek. Ze doen hun dans op een grasveld, langs de A6. En daar zit een idee achter, zegt Eline Pater van de dansgroep. Normaal staan we wel elk jaar op de Esplanade in Almere stad om het heel grote 5-5 moment te vieren. En nu hebben dan de dansers een dans aangeleerd op het nummer van Ramses Shaffi. En daar gaan wij een clip van maken en die komt dan 5-5 vandaag online. Zodat wij op die manier ook de vrijheid doorgeven. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Cabaretière Claudia de Breij deed een oproep om dit lied vandaag overal te laten horen. Om 5 voor 5. En op elke mogelijke manier. United Dance Almere doet mee. Toen dachten we, topkans, dit gaan wij doen. Dit pakken wij met 2 handen aan. En daar gaan wij een hele mooie choreografie op maken. Zodat wij wel met de vrijheid meedoen. Ze maken er een filmpje van. Voor de camera deden de dansers hun stinkende best. Zing, vecht, huil, bid. Als je het dansje goed kent, dan lukt het wel. En dan ga je altijd proberen om daarna gelijk te gaan. En lukt dat? Ja, soms wel. We hebben gedanst voor 5 mei. En waarom dit dansje? Omdat het heel veel zegt over bevrijding. Kende je dat liedje? Nee. Rare tekst ook. Ja, weet je wel. Enig idee waarom dit liedje? Misschien omdat het gewoon een beetje dat je... Ik heb er geen idee. Het lied verwoordt wat we in coronatijd misschien het meest missen. Dat we allemaal samen zijn. De montage staat inmiddels op alle social media platforms van United Dance Almere. Heel mooi vinden wij zelf, ja. Is het goed gelukt? Ja, zeker weten. Ja, wij zijn heel tevreden, zeker. Ik ben mooie oranje gerbera's aan het uitdelen. Een bloemetje om de vrijheid te vieren en tegelijkertijd de eenzaamheid een beetje te doden. Dat is de gedachte achter de bloemenuitdeelactie van vrijwilligers van de Ontmoetingskerk in Lelystad. Goedemiddag. Goedendag. Hallo. Hallo. We komen namens de Ontmoetingskerk een bloemetje bezorgen. Ja. Dat doen we bij alle 75-plussers vandaag. Dankjewel. Het is vandaag bevrijdingsdag. Het is 75 jaar. Normaal zijn er allemaal festivalen en festiviteiten. Dit jaar niet, vanwege corona. Dan maar de gerbera's bij de mensen langs moeten bezorgen. Ja, en wie krijgen ze? Alle 75-plussers, die mensen die de oorlog hebben meegemaakt, van de Ontmoetingskerk, 427 adressen. Hebben ze hier? Ja.
Hoe kwam je op het idee? Ik ben studentenwerker in Amstelveen. Daar zitten aardig wat kwekerijen. En die kwekerijen konden hun bloemen niet kwijt. Dus we hebben afgelopen weken allemaal bloemen aan studenten ook uitgedeeld. Om hen aan vrijwilligerswerk te helpen. Zodat ze dat ook gingen doen. Die kweker had ik goede contacten mee. Ik belde de diaconie op van de kerk. Ik zei van, ik kan goedkoop aan bloemen komen. En volgens mij is het mooi om met bevrijdingsdag iets te doen. Ja. En toen zeiden ze, oké. Hallo. Goedemorgen. Wij hebben namens de jeugd van de ontmoetingskerk een bloemetje voor u. Omdat het bevrijdingsdag is vandaag. Ik zie ook een kaartje eraan hangen met een gedicht. Ja. Wie heeft dat gemaakt? Dat heeft Jildau, een van de jongeren van de ontmoetingskerk, gemaakt. En er staat een mooie oude plaat op van de bevrijdingsdag die er echt is geweest. De actie werd gewaardeerd door de ouderen. Nou, dat vind ik geweldig, hè. Dat overkomt mij nog nooit weer, hè. Ja. Dus... Dit hebben we nog nooit gebeurd. Ja, alsjeblieft. Fijne dag. Roeier Nicky van Sprang van roeivereniging Pampus uit Almere heeft zijn zinnen gezet op deelname aan de Olympische Spelen. Nieuw avontuur, nieuwe bootsklasse, nieuwe partner. Vanaf nu zit ik in de twee zonden met Guillaume Krommehoek, dus dat is heel leuk. Van Sprang is blij dat hij een nieuwe route heeft gevonden naar de Spelen die volgend jaar in Tokio worden gehouden. Hij stapt vanuit de dubbel 2 dus over naar de twee zonder. In deze boot gebruiken de roeiers elk één riem voor de voortstuwing. Zijn nieuwe partner in deze boot is dus Guillaume Krommehoek. Vorig jaar natuurlijk in de dubbel 2 hebben we een ticket weten te bemachtigen voor de Spelen. Maar dat was namens Nederland, was niet op naam. En dit jaar zou er intern nog een selectie plaatsvinden. Op het moment dat die selectie plaatsvond, was ik fysiek en mentaal niet helemaal in orde. En heb daardoor eigenlijk niet mee kunnen doen aan de selectie. En dus ook niet de dubbel 2 gehaald. En toen was ik eigenlijk over en moest ik op zoek naar een nieuw pad naar de Spelen. En Guillaume was een vergelijkbare situatie en we kenden elkaar al, weten wat we elkaar kunnen hebben. En dachten we van mooi nieuw avontuur, dit gaan we doen. Van Sprang en Krommehoek willen volgend jaar bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Luzern in de twee zonder een ticket voor de Spelen veroveren. Maar voordat het zover is, moet er eerst op nationaal niveau worden gepresteerd. Nou, in eerste instantie moeten we eerst ook nog een keer ons nationaal bewijzen om daarheen te mogen. Want uiteindelijk de beste Nederlandse 2 die mag. En dan moeten we daar onder de eerste 2. En de eerste 2 die mogen dan door naar de Spelen. Kijk, we zitten nog niet zo heel lang samen. En we hebben nu eigenlijk de omstandigheden ook niet heel veel kunnen trainen de afgelopen weken. En we hebben ook geen wedstrijden kunnen varen. Dus het enige waar we op af kunnen gaan is iets van trainingstijden. En wat ons klokje in de boot zegt. En wat dat uiteindelijk echt waard is. Dat zullen we moeten laten zien op races. Maar we denken dat we alle ingrediënten hebben om er wat moois van te maken. Nicky van Sprang uit Almere. Hij hoopt zich met een nieuwe partner in een nieuwe boot te plaatsen voor de Olympische Spelen die volgend jaar in Tokio worden gehouden.